Ik ben Hila van Bergen en leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Weer iets anders dan een weekvlog of een cover. Laat me trouwens even weten als je iets anders wil zien ook dan dat en wat je voor cover wil horen. Laat me gewoon heel veel dingen eventjes weten in de reactie. Vind ik altijd leuk om te lezen. Ik heb vandaag voor jullie een unboxing. En niet van een random kledingmerk en ook niet een normale unboxing, want het is een adventskalender unboxing. Echt heel veel zin in kerst. Ik kan echt niet wachten. En ondanks dat het anders is dan normaal, ga ik er gewoon proberen het beste van te maken. En ik hoop dat jullie dat ook allemaal gaan doen. Ik hoop dat het ook allemaal goed met jullie gaat, ondanks corona. Zet hem nog even op deze komende dagen. Maanden. Laten we in ieder geval snel beginnen met de adventskalender. Dit is hem, de limited edition adventskalender van My Jewelry. Ik kan dat dus niet uitspreken, maar ik zeg altijd My Jewelry. Waar zit die My Jewelry? Jewelry. Nou, het zal wel. In ieder geval, jullie kennen het vast allemaal wel. Er zijn 10 vakjes over te maken. Dus je kan het bijvoorbeeld verspreiden over vanaf 1 december tot en met... Wanneer is kerst? 26 december? Volgens mij wel. Dat je het verspreidt of je doet het juist 10 dagen voor kerst. Of dat is helemaal aan jou. Het zijn natuurlijk best wel grote items. Als in het zijn allemaal sieraden. Dus het is niet zomaar een chocolaatje wat je elke dag van december krijgt. Hij kost... Ik moet even spieken, want ik moet wel de goede informatie geven. Hij kost 50 euro, maar hij heeft een waarde van 138,50 euro. Dus dat lijkt me een hele goede deal. Ik ga hem even uitpakken. Want ik stiekem natuurlijk nog daar, maar ik had hem weer teruggestopt. Dit is hem. Ik vind hem echt super mooi. Super cute ook. Hier zie je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dagen. Achterkant is goud. En je kan ze ook in het zilver krijgen. Hier zitten dus allemaal gouden sieraden in. En super chill, want ik heb ook genoeg vriendinnen die bijvoorbeeld alleen maar zilveren sieraden dragen. En dan kan je een zilveren box kopen. Ik heb dus gouden, want ik draag alleen maar goud. Mocht je deze nou willen kopen en hou je er niet van om nu alvast te weten wat erin zit, ga dan nu alvast naar de site en kopen. Maar kijk niet deze video verder, want ik ga alle vakjes openmaken. En misschien vind je het wel leuk wat je kan verwachten voor geld. Dat snap ik ook. Laten we beginnen met vakje 1. Ik wil het wel openmaken zodat jullie het kunnen zien. Oh, ik deed bijna vakje 6 ook. Ah, zo. Oh, kijk. Hoe cute. Dit is heel erg cute. Kan je het zien? Een hartjesarmbandje. Dit lijkt op die ik al heb, ook van My Jewelry. Maar is wat... Oh, dit is super schattig. Kijk. Ik heb dus dit armbandje ook van My Jewelry. Dat is van die moeder en dochter collectie. De voor moederdag tattoo. Of heb ik dat voor moederdag gegeven? Dat krijg ik niet. En er zit dan zo'n rondje bij met een open hartje. Die van moeder dan. Maar hoe leuk past deze er dan bij? Want deze is anders. Kijk, deze heeft een wat dikker draadje met bolletjes. En deze heeft dit. Dus dat past er helemaal schattig bij. En deze is ook wat kleiner. Ik heb namelijk mini polsen. Dus die pas ik sowieso. Dan gaan we naar vakje 2. Scheur het helemaal. Ik ben zo'n kluns. Oké, ik heb hem. 2. Nala is het er ondertussen niet mee eens dat ik even de deur dicht heb gedaan voor deze video op te nemen. Deze zijn super leuk. Kijk. Let trouwens niet op mijn nagels. Ik moet ze weer laten... Ik ga het laten verwijderen, maar het is echt uitgegroeid tot de max. Kijk. Kan echt niet. Oké, maar kijk. Het zijn van die maantjes. Hoe leuk is dat? Die vind ik echt heel cute. Helemaal leuk voor kerst ook. Even kijken, dan gaan we naar 3. Hoi. Die wil per se erin. Dit is nummer 3. Allemaal van die kleine pakketjes en ik heb te lange nagels om dit goed open te maken. Maar dit is wel vet schattig. Kom eens, dit is Nala. Die hebben jullie vast heel vaak al gezien. Doe eens hallo zeggen tegen de kijkertjes. Oh. Kijk, deze ketting. Deze vind ik echt heel leuk. Ik heb toevallig, dat verkoopt My Jewelry ook. Maar ik heb dus zo hiervan een armbandje. En ik weet niet meer hoe dat heeft een naam. Ik weet niet meer hoe het precies heet. Maar vroeger droegen ze dat ook. En mijn oma is dus in mei overleden. En toen hebben we wat sieraden van haar geërfd eigenlijk. En ook dus zo'n armbandje hiervan. En toen dacht ik echt, nou,
Wat, zeg maar, wat bizar dat zij dat had, want nu is het gewoon weer helemaal in. Ik weet volgens mij bijna zeker dat je hier armbandjes van kan kopen daar. Bij Marjorie. Ja, ik vind dat echt heel toevallig. En nu heb ik er dus ook een mooi kettingje van. Heel leuk. Nu heb ik al oorbellen, een armbandje en een ketting. Ja, ik kan een hele outfit ervan maken. Nu gaan we naar 4. Ik ben ook wel echt heel benieuwd wat er in die zilveren doos zit. Is het dan precies hetzelfde in het zilver of niet? I guess so. En er zit niks in. Oh, ik dacht bijna dat ik er liet vallen. Oh, leuk, 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 leuk. Deze mega kleine subtiele oorbelletjes. Heel leuk. En ik heb dus 3 gaatjes. Ik heb hier deze in zitten. Die heb ik gekregen van mijn ouders voor mijn papaduizen. En nu kan ik deze dan eventueel in mijn tweede doen. Ik weet niet wat er nog meer in zit natuurlijk. En dan die andere in de eerste met die maatjes. Ik leg het ook allemaal nu op mijn bureau. Ik ga dat echt... Of Nala gaat het kwijt maken of ik zelf. We gaan naar nummer 5. Waarom maak ik dit allemaal kapot? Een ring! Ik hou echt van ringen. Look at how pretty. Helemaal in de stijl ook. We hebben nu een maandje. We hebben hartjes armband. Kijk hoor. Je kan hem ook zelf herstellen naar je maat. Dat vind ik altijd heel chill. Look at this. How pretty. Dat vind ik echt heel leuk. En dat past ook helemaal weer naar het hartje. We gaan naar 6. Het voelt wat zwaarder. Het is wel echt leuk. Alsof het een soort van een beetje Sinterklaas. Dat je allemaal kleine cadeautjes hebt. En je weet niet wat erin zit. Hier moet je wel van houden. Ik vind dit heel leuk, want dan... Kijk, het is niet heel heftig. Als je het zo in je oren hebt, voor kerst of zo, vind ik dit echt heel leuk. 100% metaal, keep away from water and liquids. Deze zit ook nog aan zo'n dingetje, natuurlijk. Nou, heel cute. Dit lijkt een beetje zilver op beeld, maar het is goud. Ik vind goud dus ook heel leuk met paars passen. Deze outfit is trouwens ook van Marjorie. Dan weten jullie dat. Het is een soort, dat is zo'n ribbel. Hoe heet het ook weer? Is het een naam? Corduroy? Ribbel. En een colletje. Maar ik vind dit altijd heel erg leuk bij paars passen. Nogmaals, hier moet je van houden. Ik vind dit leuk voor kerst of voor mijn verjaardag of voor een love date. Zijn nu alweer bij 7. Een cute scrunchie. Deze is ook niet zo groot. Je hebt heel vaak scrunchies die echt vet groot zijn. Dat ik denk, ja... Moet ik je 5 keer om mijn haar heen wikkelen? Maar deze is dus vet cute. Om, bijvoorbeeld als je haar zo hebt, doe je hier zo. Nou ja, je mag zelf bedenken wat je ermee doet natuurlijk. Maar ik vind deze echt heel schattig. Dan gaan we naar 8. Echt langzaam. Oh, cute. Kijk. Ik kan achter, moet ik het zo... Of zie je... Oh, kijk, hier staat shine. Ook leuk voor een zwart met goud jurkje of zo. Ja, dit vind ik echt heel schattig. I like it. Nou, ga snel door naar... Oh, hier is 9. Ik zie weer iets gouds. Dit is echt heel mooi. En in de knoop. Oh. Kijk. Nee, wacht, zo zie je het wel. Ik vind dit echt zo mooi altijd. Dit is een kettingetje. Ik vind het altijd echt super mooi. Echt super subtiel. En je kan er dan zelf nog een hangertje aan maken, aan doen. Nee, niet. Doe me hier op focussen. Dankjewel. Echt heel mooi. En dan de grande finale. Nummer 10. Ik heb deze hele doos gewoon... Nou, ik zag volgens mij al iets waar ik het net over heb gehad. Perfect. Ik zeg letterlijk 2 seconden geleden waar je een hangertje aan kan doen. Deze kan je dus perfect. Dit was... Ik wist dit oprecht niet. Pink promise. Ik wist niet dat dit er nog in zat. Dit is zo cute. Waarom is deze hand erbij? Echt heel leuk. Ik ben echt super blij met deze box. Ergens wou ik ook wel een beetje dat ik hem niet heb kunnen uitpakken voor december. Maar dan weten jullie in ieder geval wat er allemaal in zit. Kijk even in de link in de beschrijving. Als je de adventskalender ook wil kopen. Misschien kan je hem vragen voor je verjaardag of voor Sinterklaas. Ik weet het allemaal niet. En anders vind ik 50 euro echt de moeite waard voor een box van 138,50 €. Dus check even de link in de beschrijving. En laten we met z'n allen duimen dat we kerst mogen vieren met wat meer mensen dan met 2 of 3 is het nu. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Doei, bedankt voor het kijken. Ja, nu gaan we heel hard lang als bamboo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Wekken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bamboo. Liefde die ik voel.
voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.